Het is het 35-jarig jubileum van Stut en we hebben besloten dat Stut gewoon jarig is. En dat we dat graag met mensen die komen kijken gaan vieren. Je wordt echt getrakteerd op heerlijk eten en gewoon Stut. Ik heb een aantal verschillende acts voorbij zien komen. Ja, dat klopt. We hebben graag eigenlijk willen laten zien hoe divers we zijn. En dat jong en oud, alles loopt hier door elkaar. Eigenlijk zijn het twee aparte projecten. Het Stutkoor is wat meer gericht op de wat, nou ja, niet ouderen. Maar dat is wel een redelijk wit koor, zeg maar. Maar Jong Stut is juist weer heel gedifferentieerd. En op een gegeven moment zeiden we van, zouden we dat niet samen kunnen zetten op dat jubileum. En ze zijn zo lief voor elkaar en met elkaar. En ze zorgen voor elkaar en... Ze zingen samen en ze doen dingen samen. En dan zijn het toch echt wel twee werelden die op een hele leuke, intieme manier bij elkaar komen. Is de opzet van Stut, is die in al die jaren nog steeds hetzelfde gebleven? Eigenlijk wel, ja. Dat we nog steeds wat onze hoofddoel, onze missie is, om onzichtbare verhalen zichtbaar te maken. Dus juist mensen een podium geven die normaal op grote afstand staan van kunst en cultuur. Dat betekent dan ook dat jullie meegaan met de tijd? Ja, natuurlijk. Je merkt gewoon hoe de wijk nu in elkaar zit en hoe die 35 jaar geleden in elkaar zat. Er zijn natuurlijk veranderingen ingekomen. De gastarbeiders die ook gewoon in de stukken op een gegeven moment een rol gingen spelen. En in het begin was dat nog niet zo. Dan waren het vooral de arbeiders. Maar ja, je merkt gewoon in gedurende de tijd, je gaat eigenlijk mee met wat de tijd geeft. En iedere tijd geeft iets anders mee. Maar de basis blijft gewoon de verhalen van bewoners uit wijken zichtbaar maken. Ik ken Stut al best wel een tijdje. Ik denk wel een jaar of 18 inmiddels. 18? Ja. En ik woon nu 20 jaar in Utrecht, dus eigenlijk loopt het bijna samen op. Wat deed u belanden bij Stut? Het vertolken van ideeën en gevoelens uit de buurt. Ik heb heel veel verschillende voorstellingen gezien. En een keer een Sterrenzicht. Een prachtige voorstelling over de liefde. En dan als je dan tussen de bewoners zit en de primaire reactie daar uit de buurt op de spelers die op de vloer staan, die ze allemaal niet kennen, maar heel herkenbaar is wat er gespeeld wordt. Ja, dat is zo mooi. Hoe kwam je op dit idee? Eten is zo'n bindende factor ook. Want onder het eten praat je over dingen. En je zit lekker met elkaar en gezellig en ontspannen. Dat we dachten, nou, dat zou toch leuk zijn als we een keer dat eten is onderdeel konden laten zijn van zo'n voorstelling. Hoe lang zit jij al bij Stut? Ik denk al vanaf 2004, 2005, zoiets. Heeft dat ook een bepaalde betekenis voor jou? Ik vind Stut best wel een soort van thuisbasis. Het is echt leuk. En als je hier gewoon bent, dan voel je gewoon weer gewoon, je kan jezelf zijn. En daarom vind ik Stut gewoon heerlijk om gewoon bij te zijn ook. Ja. Hebben jullie nog bepaalde doelen voor de komende jaren? We hopen nog heel veel mooie stukken te mogen maken. We hopen nog veel te doen met het Stutkoor natuurlijk. En met Jong Stut wat meer uit te gaan bouwen. Dat jongeren ook gewoon een kans krijgen om te kijken, is toneel wat voor mij? Is dit, deze theatervorm, is dat wat voor mij? Het is nog te zien tot en met 30 maart. Dus ik zou zeggen, als je nog wil kijken, wees er snel bij, want vol is vol.